Wat gaat dit nou oplossen en bent u het nou niet met... Heeft u empathie in ieder geval naar al die mensen? U bedoelt de minister, vermoed ik, en niet mij. Heeft de minister, voorzitter, heeft de minister empathie naar al die mensen die hier toch wat wantrouwig van worden? Want de minister vertegenwoordigt natuurlijk wel een partij die erop uit is om bijvoorbeeld een omroep te verbieden. Om een oppositiepartij die ze niet leuk vinden misschien wel te verbieden. Uw partij heeft natuurlijk is een reputatie aan het opbouwen van dwang en drang. En zo'n partij, zo'n minister, gaat nu een instituut oprichten waarvan veel mensen aan die kant van het politieke spectrum denken, hij is bezig met een ministerie van waarheid. Ja. En nou, gaat u daar nou eens op in om die mensen gerust te stellen voordat mijn collega Vermeene mij de les gaat lezen.